Goedemorgen jongens. Ik realiseer me net dat dit mijn ene laatste ochtend in de camper is, in deze camper is. Nou, we staan nog op de parking, op de camping van het Europapark. Het is echt niet zo druk, maar het is ook midden in de week natuurlijk, kijk. Gezellige bedrijvigheid inmiddels. Net even lekker gedoucht, ze hebben hier heerlijke douches. Echt, en wat me zo, ja, waar ik zo verwonderd over ben, is dat alles, maar dan ook alles, in het park, maar hier ook, alles is brandschoon. De toiletten, de douches. Ik ben nog geen streepje tegengekomen. En ook op het park, hè, waar gewoon duizenden mensen rondlopen. Vind ik wel heel erg fijn. Ik vind het echt goed georganiseerd. Nou, gisteravond zijn we naar het waterpark geweest hiernaast. Roelantica heet dat. Lekker samen met die kleine meid glijbaantjes gedaan. En zelf ook een paar hele grote glijbanen gedaan. Hartstikke leuk. Daar ga ik je zo meteen een video van laten zien. Ik ben gisteravond nog bezig geweest met een grappig apparaatje. Een soort beamer. Maar dan onafhankelijk van alles. Als je wifi hebt, zet je dat ding aan. En kun je televisie kijken op de wand van je camper of caravan. Dan zal het hier niet zo makkelijk gaan met al die dingetjes. Maar de meeste van onze campers en caravans hebben een flink stuk wit. En zo ook de caravan van mij die hiernaast staat. Dus hebben we gisteravond even geprobeerd. Nou moet ik even zorgen dat ik die RMA... ik heb al een bon om terug te sturen en alles. Dan moet ik dat weer even regelen dat het niet doorgaat, want ik hou hem toch. Maar dat betekent wel dat ik zal volgende week of zo even een uitgebreide update over Starlink doen. Nou, ik ga zo even ontbijten. Nu even een bakje koffie. Dat gaan we daar doen in de Silver Saloon. Had ik al gezegd dat we vandaag verder rijden? Ja, hè? Dan ga ik jullie eerst even Roelantica laten zien. Dan zie ik je zo weer. Zo. Hier op die afdakjes, de afdakjes van de parkeerplekken, liggen allemaal zonnepanelen. En die leveren dus een deel van de elektriciteit voor dat hele waterpark. En er zijn nog wat andere dingen die ze best wel groen hebben opgelost. Zo laten ze alle buitenglijbanen en zwembaden laten ze leeglopen 's avonds. En dan wordt dat water, wat verwarmd is, wordt onder de grond bewaard. Dus in een grote tank, en een geïsoleerde tank. En 's ochtends wordt het er gewoon weer, laat het weer in de bakken stromen. En daar besparen ze energie mee. Nou, Roelantica heet het, maar het is in principe een heel groot zwembad. Met een golfslagbad en een sauna en glijbanen bij het leven. Aan de andere kant heb je aan de buitenkant nog een glijbaan, er zitten buitenzwembaden bij. En ze hebben speciaal in dit deel van het park, is eigenlijk een ander park, hebben ze ook weer eigen hotels gebouwd. Corona Star heet het. En dit is op zijn Scandinavisch. Hier is het thema Scandinavië. Het is allemaal super luxe. En die hotels hebben hier gerust 4 sterren. En ik zei gisteren al, ze hebben ook een in Bell Rock. Dat is een van die hotels bij het park. Hebben ze een restaurant wat 2 Michelinsterren heeft. Je kan hier ook wel op zat plekken lekker buiten zitten. Het is gewoon nog wat rustig. Mensen hadden zeker niet gedacht dat het zo mooi weer was vandaag. Het is werkelijk fantastisch. Nou, als ik die camera mee naar binnen mag nemen, laat ik je binnen ook nog even zien. Tot zo. Hey jongens, en ook hier, het is allemaal weer gethematiseerd. Het is echt geen gewoon zwembad. Leuk die kleurtjes en alles gaat met een bandje.
De bandje kun je afrekenen, met de bandje kun je een kastje krijgen, alles gaat in een bandje. Kijk eens daar. Nou, het is hier niet koud. Lekker warm hier. En hier heb je een golfslagbad. Nou, daarachter zijn al kleine glijbanen en grote glijbanen. En daar zie je een glijbaan. Kijk. Een strand. Met een golfslagbad. Nou, gauw verder kijken. En daar is die weer. Nou, inmiddels heb ik overnacht. Ik heb de vlog eigenlijk niet echt afgemaakt. Dus ik ga nu een beetje 2 dagen aan elkaar rijden. We zijn inmiddels weer onderweg. We hebben overnacht op zo'n 300 kilometer vanaf het Europapark. Dus halverwege naar huis. En we zijn nu op 310 kilometer van huis. We zijn zometeen ergens bij Keulen in de buurt. Nou, de overnachtingscamping was nou niet dat ik zeg van, die moet je even zien. Prima plekje hoor, heerlijk geslapen, lekker rustig ook. Maar echt een oude camping vol met van die gebouwen. Met die Dauer campers. Ik vind het bijzonder om te zien hoe ze in Duitsland zo'n heel plekje vol bouwen met allerlei, ja, weet ik het. Muurtjes en wandjes en het is eigenlijk een soort kuilgraven, alleen dan op de grond. Heel typisch. Ze zitten kennelijk graag op de camping, maar dan wel helemaal ingesloten. Onze Duitse vrienden. Maar lekker geslapen. Was ook geen hele dure overnachting. Was ook niet bijzonder. Douches waren schoon, toiletten waren schoon, alleen koud water, want er moet een muntje in. En ik stond natuurlijk zonder muntje bij de douche. Dus heb ik uiteindelijk maar voor de laatste keer hier in de camper gedoucht. Dat was wel een dingetje, we hebben echt heerlijk geslapen vannacht en het was de laatste nacht.
Ik zou je nog een ander apparaatje laten zien. Dat doe ik zo meteen als ik thuis ben nog even. En dan rond ik de vlog af. En dan gaan we morgen gaan we de hele camper schoonmaken. Leeghalen. En dan gaat hij overmorgen naar Mobildroom. Maar eerst nog eventjes 306 kilometer. Ik weet niet of je dit nog kan zien. Oh, hij is al weg. Ik zal wel even een fotootje erin plakken. Net getankt hier in Duitsland. Ik heb mijn tank niet volgegooid. €2,46 voor een liter diesel. Ik heb de bon nog, let op. Let op. €25 en 33 milliliter voor het lezen. €62,54. Als dat zo doorgaat met die dieselprijzen, dan weet ik niet hoe lang of hoe ver we nog gaan met camperen. Jongen. Zo jongens, het was een voorspoedig ritje. En ik denk 3,5 uur zijn we naar huis gereden. Eigenlijk geen files. Ik heb hier een alleraardigst tasje en ik wil er wat mee. Kijk, grappig, mooi, keurig netjes, klein. Het is echt klein. Labeltje eraan. Dat is een merk. Dit ding is opgestuurd door Benk. En ik word niet betaald om er wat van te vinden. Maar goed, wat is het? Wat is het? Want als je hem open doet, dan denk je ook bij jezelf. Hallo, wat hebben we hier? Inmiddels weet ik het. En wat grappig is. Je moet even op de Facebookpagina kijken. Op de Facebookpagina van Camping Trend. En dan kijk je even 2 dagen geleden. Toen heb ik hem uitgetest op het Europapark. Heb ik hem gebruikt op de wand van de caravan. En dan zie je dat het niet helemaal zonder, hoe zal ik het netjes zeggen? Nou ja, er zijn mensen die er heel grote problemen mee hebben als je alleen maar zo'n apparaat laat zien. Om je even een idee te geven hoe groot het is. Kijk, dit is, zal ik even mijn goede hand gebruiken. Dit is mijn hand. Dan ben ik niet iemand met kleine handen, maar het is geen groot apparaat. Het is een centimeter of 20. En het is een... Het is een beamer, een soort, ja, eigenlijk, het is eigenlijk 2 dingen. Je hebt dit apparaat, je hebt er een voetje bij, kun je hem neerzetten. Zo, kijk. En ik zal even wat beeld eroverheen zetten, want dat heb ik van de week geschoten. Er is een afstandsbediening bij, die werkt via Bluetooth. Daarmee kun je hem aan en uitzetten. Hij werkt op batterijen. Het apparaat werkt ook nog op batterijen. Er zit een voeding bij. Maar hij werkt op batterijen. Wat zit erin? Ik ga er nog een keer een uitgebreide video over maken hoor. Er zit een accu in. Die accu die wordt bijgeladen aan de voeding. Ik vind dat we echt een hele mooie rit hebben gemaakt vandaag. En om dan hier te eindigen bij al die dieren en de giraffen van dichtbij te zien. Ik heb wel het idee dat ik na 3 dagen Guido nu een beetje ken. En volgens mij zitten wij heel erg op 1 lijn. En dat vind ik super leuk, want dat had ik van tevoren niet verwacht. Van het Zuid-Afrikaanse natuurschoon maken Abby en Guido... En er zit hier aan de zijkant, zal ik een plaatje van plaatsen. Hier aan deze zijkant, hierachter, zit een Android televisiestick. En dat is, dat zijn van die dingen die je ook... bij Ali kan kopen en die steek je achter in je televisie met HDMI en dan kun je muziek en video streamen naar dat apparaat. Overigens heeft hij zat aansluitingen, want je kan met USB-C kun je aansluiten, je kan de voeding aansluiten, je kan een koptelefoon aan, dus een externe luidspreker en je kan de HDMI erin prikken. Dus je kunt ook een externe Google Chromecast doen. Maar wat hierin zit is eigenlijk al een Google Chromecast. En daar heb ik bijvoorbeeld Netflix op geïnstalleerd en Viaplay en Ziggo en
Videoland. Dat kun je allemaal installeren. En het is dus een apparaatje wat werkt met een LED-lamp. Nou, dan stream je zo beeld en geluid rechtstreeks vanaf het internet op een witte oppervlak. Nou, in ons geval kan dat witte oppervlak dus de buitenkant van de caravan zijn. Op de camper zal het niet zo goed, groot succes zijn, denk ik, want daar zitten nogal een paar stickertjes op. Dat verstoort waarschijnlijk aardig het beeld. Maar het is een mooi apparaatje. Keurige dames van respectabele leeftijd kunnen er verschrikkelijk boos over worden. Keurige heren van respectabele leeftijd worden er eigenlijk heel onvriendelijk van. Op het moment dat je een fotootje van dit apparaat op Facebook zet, moet je maar even kijken. Overigens, ik begrijp wel dat je mensen hiermee niet moet storen. Ik bedoel, ik vind dat vanzelfsprekend. Maar ik begrijp ook dat er situaties zijn waarbij het hartstikke leuk is om zo'n apparaat te gebruiken. Alleen die situaties worden door die mensen helemaal teniet gedaan. Het is gewoon, stel je voor dat dat zou gebeuren op een camping waar zij zijn. Nou, dat zou echt heel ernstig zijn. En dat gaat zover als je kan er een emmer water over gooien, dan houdt het al snel genoeg op en de WA-verzekering doet de rest. Beetje raar. Binnenkort een hele video over dit apparaat. Zal ik er alle ins en outs over vertellen. Het werkte overigens verbazingwekkend goed. Oh, hoe heet dat ding? De Bank GV30. Bank GV30. Staat dat erop? Staat er niet op. Bank GV30. Er staat ook een artikel over op de website. Dat zal ik ook eventjes hier ergens linken. Kun je het even bekijken. Kost niet weinig. €600. Maar goed, het is grappig om te hebben en sommige mensen zeiden al leuk Formule 1 kijken. Alleen denk erom, Formule 1 is overdag. En overdag geeft dit ding niet genoeg licht om op zo'n witte wand video te streamen. Dat lukt niet. Oké, dat was hem voor vandaag. Morgen ga ik de camper helemaal schoonmaken en overmorgen gaat hij weg. Ik ben er echt weemoedig van. Ik heb er gewoon last van. Nou ja, als je dit leuke video vond, geef dan even een duimpje. Druk op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En met dat belletje mis je ook de volgende video niet. Tingelingeling, weet je wel. Tot morgen.